Uber. Wie is Uber? Claimed heb ik nu leren kennen. Ik ben heel blij dat ik Claimed heb leren kennen, want ik ben een van die 45.000 Gentse freecyclers en ook een van die gefrustreerde Gentse freecyclers. In de buurt waar ik woon in Gent, Drongen, deelgemeente van Gent, organiseer ik iets anders jaarlijks. Het zijn geefgevels, dus om het op straat te brengen, om buiten die groep te treden van mensen die op Facebook zitten en van gebruik maken. Het is heel tof, geefgevels, maar misschien een moeilijk woord om te gebruiken in Kortrijk of in West-Vlaanderen in het algemeen. Ja. Maar in Drongen hebben we ook problemen met de he naar beneden of de he omhoog. Ik werk voor Taxistop. Ikzelf ben niet de pionier, ik ben een van de bezielers van de laatste jaren, maar Taxistop bestaat al langer dan ik besta. In 1975 zijn wij van start gegaan. Dat was het eerste initiatief van Taxistop, liften op straat organiseren. Heel simpel, liften en ja, samenrijden is misschien ouder dan alleen in de auto zitten, maar in de jaren 70... dat was in de periode van de oliecrisis en dergelijke, ontstond er een bewustzijn dat wij niet zo efficiënt omgingen met de auto's. Toen zijn we van start gegaan met het liften op straat organiseren. 1 frank per kilometer was het systeem, heel gemakkelijk om uit te leggen. En met zo'n bordje kun je op straat staan en dan wist je, als je die lifter zou meenemen, dat je daar ook geld voor ontving. We hebben daar heel veel media-aandacht voor gekregen in die tijd, dat was heel tof. Vandaag als je rondrijdt langs Vlaamse wegen, dan komt je nog bordjes van Taxistop af en toe tegen. We zijn ook later bekend geworden, later hebben we dat dan op een andere manier georganiseerd, niet enkel meer op straat staan, maar georganiseerd samenrijden. We hadden een databank voor internet nog, een fichebak echt, en wekelijks op vrijdagnamiddag kon je naar Studio Brussel luisteren en daar werden de ritten voorgelezen. Ik denk dat zaterdagochtend was de informatie van de duiven die gelost werden, maar de vrijdagnamiddag werden de ritten naar het buitenland voorgelezen. Naar Marseille 2 plaatsen, naar Berlijn 3 plaatsen. Dus we hebben eigenlijk wel heel wat naamsbekendheid opgebouwd in die jaren. We zijn al lang voor de trend van de deeleconomie, die eigenlijk voor het eerst echt benoemd is in 2010, vermoed ik. Zijn wij er al actief rond bezig. Dat was heel tof voor mij, want ja, ik werk nu zo'n 8 jaar voor Taxistop. En toen ik begon voor Taxistop, mijn job was vooral carpoolen gaan promoten. Eigenlijk op mijn allereerste werkdag, een persoon die wegging, die ik verving, die zei mij toen, ja, carpoolen gaan promoten, dat werkt toch nooit, jong. Veel goede moed, maar het gaat toch niet werken. Gelukkig had ik toch zin om te beginnen werken voor Taxistop. Op dat moment was carpoolen niet zo hip, niet zo aantrekkelijk, maar een aantal jaren later werd delen terug sexy. Vandaag is het wat meer tricky, met allemaal nieuwe spelers op de markt, maar ik ben heel blij dat ik vandaag voor Taxistop werk en met de initiatieven die Taxistop allemaal in zich heeft. Waar zijn we mee van start? Eigenlijk zijn we van start gegaan met een heel onaantrekkelijke naam. Taxistop, de eerste naam van Taxistop was Centrum voor Positieve Aanwending. En later hebben we dat dan veranderd in CPA, omdat we niet meer wouden uitkomen bij onze echte naam. Maar het idee was eigenlijk wel schitterend, Centrum voor Positieve Aanwending. We zijn niet opgestart als een liftorganisatie of zoiets, maar we zijn opgestart door een filosoof. Die dacht, ja, we moeten meer doen, Centrum voor Positieve Aanwending, meer doen met minder. En dat geeft ons zoveel kansen om te experimenteren, allemaal rond hetzelfde principe. En een van die zaken dat we toen ook mee van start gegaan zijn, dat heel logisch was, was autodelen. We zagen dat dat fenomeen in Zwitserland, in Duitsland aan het groeien was. En we zijn gaan praten met een Duitse organisatie, Cambio. Cambio stond eerst in Duitsland. En we hebben een samenwerking opgestart. En vandaag zijn er 22.000 mensen in België die aan autodelen doen. En dat is eigenlijk 22.000 mensen die toch wel een engagement zijn aangegaan. Die betalen een abonnement, die betalen een soort inschrijvingsgeld. Dat is niet zomaar vrijblijvend een eenmalige transactie. Dat zijn heel veel mensen die een keuze maken om geen auto meer aan te kopen of een auto weg te doen. 22.000 mensen en wij bieden hen een vloot aan van 700 auto's. En deze vorm van autodelen, we hebben dat onderzocht, maar niet alleen wij, ook in het buitenland is dat onderzocht, vervangt, Thomas heeft al gezegd, 10 à 12 auto's. Dus in België zijn er 7.000 auto's minder door Cambio. Natuurlijk zijn er in de periode veel meer auto's bijgekomen door het aantrekkelijk systeem van bedrijfswagens. Het is moeilijk om dat te zien in onze steden, maar wij leveren toch onze bijdrage. Het kaartje is al een beetje verouderd. Ondertussen is er in Harelbeke ook Cambio aangeboden. Ook Eclo, maar Harelbeke is voor jullie misschien relevanter. Daarvoor hebben wij een speciale structuur opgebouwd met Taxistop, een aandeelhoudersstructuur bestaande uit Taxistop zelf, onze technologieprovider Cambio Duitsland, de VAB ook, de Belgische spoorwegen is een partner in onze structuur. En voor elke regio, Optimobiel is eigenlijk de juridische naam voor Cambio, in elke regio is Optimobiel dan verbonden met de lokale openbaar vervoersaanbieder. In het begin was dat niet zo evident om die te overtuigen. Zelfs de eerste jaren als ze aandeelhouder waren, wisten ze nog altijd niet goed waarom dat ze dat waren. Alleen was het interessant voor hun imago misschien. Het is pas nadien dat ze zagen, ja, het is eigenlijk wel zinvol dat wij aandeelhouder zijn. Want wat stellen wij vast bij mensen die aan autodelen doen? We hebben dat ook bevraagd en dat onderzoek is ook bevestigd op andere plaatsen. Wat is nu de impact van autodelen op jullie verplaatsing, op de wijze waarop jullie zich verplaatsen? En we hebben gevraagd, oké, sinds dat je aangesloten bent bij Cambio, maak je dan meer gebruik van de bus, van de trein, fiets, stappen of de auto? En we zien inderdaad een modal shift. Er zijn een aantal mensen die minder de bus gebruiken of minder de trein. Er zijn mensen die bij Cambio komen die daarvoor geen auto hebben. Dus die maken eigenlijk meer gebruik van de auto dan voorheen. Maar het verschil is positief. We zien duidelijk een modal shift. En hoe komt dat? Als je een eigen auto hebt en die staat voor je deur, dan stelt je daar geen vragen bij, dan is mobiliteit, autogebruik is een reflex. Als je geen eigen auto hebt, dan ga je voor elke verplaatsing nadenken, wat is nu de beste manier om mij te verplaatsen? Met de fiets heel vaak, als het korte afstand is, soms met openbaar vervoer, maar ook soms met de auto. En daarvoor is Cambio daar. Dus Cambio is op zich geen oplossing op zich, maar is net geïntegreerd met openbaar vervoer en goede fietsinfrastructuur een totaal oplossing die een waardig alternatief is van een eigen auto. We zijn ook betrokken bij een ander initiatief. In Vlaanderen is Autopia een autonome organisatie, maar in Brussel en Wallonië biedt Taxistop die dienstverlening aan. Die heet Autopia en dat is een decentrale vorm van peer-to-peer autodelen. Wij begeleiden groepen van buren die samen een auto willen delen. Niet via een centraal platform dat je kan op een website een auto gebruiken van iemand dat je niet kent. Dat is een systeem zoals TAPAS bijvoorbeeld. Maar we begeleiden groepen van uit dezelfde straat die samen een auto willen delen. En die bepalen ook hun eigen regels. Die bepalen bijvoorbeeld, we kopen samen een auto aan en we delen de kosten. Of één iemand heeft de auto en jullie dragen bij de kosten tegen een vaste prijs. Of op het einde van het jaar maken we een berekening, wat waren de kosten? En iedereen doet zijn bijdrage. We doen op verschillende manieren. We hebben experimenten met gemeenten die hun eigen vloot gaan delen met bewoners. In Schoten is zo'n gemeente bijvoorbeeld. Er is ook de Vlaamse overheid is nu zelf aan het onderzoeken of dat ze een gedeelte van de vloot van de Vlaamse overheid kan gaan delen via een autodeelsysteem. We doen dat ook met rolstoelvriendelijke auto's. Dat zijn heel dure auto's die niet altijd zo efficiënt ingezet worden en die kunnen misschien voor meerdere functies gebruikt worden. Een vorm waarop een heel succesvolle vorm om dat te promoten, dat zijn, ik noem het tuppershare parties. Homeparties om autodeel te promoten, dat is heel efficiënt. En we nodigen dan ook andere organisaties soms uit om een concept mee te promoten, zoals Peerby of Wij Delen. Is een platform om, als je iets nodig hebt, een boormachine is het klassieke voorbeeld, of een toeristische gids of zo, dat kan je laten weten via hun app of via een website. Hallo, ik heb van iemand uit mijn buurt een boormachine nodig, je kan die vraag stellen en dan krijg je heel snel een reactie van iemand uit je buurt die zoiets heeft. We zijn niet alleen in de markt. We zijn lang alleen geweest in de markt. Dat zijn andere initiatieven uit België. Partago is nog niet van start gegaan. Die binnenkort bieden die elektrische auto's aan in Gent. Zendcar doet dit in Brussel. Bolides is vooral in Antwerpen actief. Zij richten zich naar de meer sportieve klanten, een niche. Degage is een heel interessant initiatief in Gent. Het zijn 600 gebruikers met een 30-tal auto's. En er is geen professionele structuur boven. Al het werk gebeurt op basis van vrijwilligers, dus het gaat puur om kosten delen. Heel sterke filosofie, een echte commons. Het gaat echt om de waarde, waarom dat ze die auto's delen. Niet zomaar om commercieel initiatief. Dan heb je ook nog tapas. Maar wereldwijd, dit is nu peer-to-peer autodelen. Wereldwijd zijn er heel veel nieuwe initiatieven die komen. Vorig jaar in Frankrijk een bedrijf die, voor een Frans bedrijf is dat redelijk veel, die bijna 4 $4 miljard heeft, $4 miljoen heeft opgehaald. SnappCar is deze week. SnappCar is een Nederlands aanbieder van peer-to-peer autodelen. Die wordt nu gewaardeerd op €10 miljoen nadat ze een Deense overname hebben gedaan. Dat is heel recent nieuws. Dus we zitten eigenlijk in een markt. Taxistop is de VZ2, maar we zitten in een markt met spelers waar dat er toch heel wat kapitaal in omgaat. Dat is nieuw voor ons. Op zich maken we ons daar niet zoveel zorgen over. Het is eigenlijk gewoon bevestigd dat de ideeën die we hebben goede ideeën zijn, want anderen doen er iets anders mee. Wij focussen ons iets meer op de impact en minder op de snelle groei. Maar het hoeft niet per se tegenovergesteld te zijn natuurlijk. Een andere dienst die we aanbieden, dat is carpooling. Dat is ook de core activiteit van Taxistop. We hebben een dienstverlening vooral naar bedrijven. We richten ons op woon-werkverkeer. Het hoeft niet alleen woon-werkverkeer te zijn, maar hoofdzakelijk woon-werkverkeer. Bedrijven kunnen met ons samenwerken, of een bedrijvenpark zoals het Kennedypark hier in Kortrijk, die werken ook met ons samen, om mensen af en toe te laten samenrijden naar het werk. Of elke dag, of een paar keer per week. De meeste mensen die gebruik maken van ons systeem, die wat vinden, doen dat dan 2 à 3 dagen per week. Dat is heel interessant, want als je iemand kan laten samenrijden, voor elke dag is de impact op milieu, op files, veel groter dan als het gaat om eenmalige verplaatsingen. En niet iedereen vindt een carpoolpartner bij ons. Maar we hebben een berekening gemaakt van het aantal mensen die een carpoolpartner vinden bij ons. Het gaat ongeveer om 15 à 20% van de mensen die iemand vinden. En de impact daarvan op jaarbasis in België van onze website gaat toch over 10 miljoen gedeelde kilometers. Dus dat is mooi als kleine Belgische organisatie om daarmee uit te pakken. Natuurlijk zijn we ook van start gegaan. Vandaag vraagt men daarom, en maar heel terecht ook, om die dienstverlening via een app aan te bieden. Een ontwikkeling van een app is niet zo goedkoop. Een app ontwikkelen is één ding, maar maken dat mensen daarvan op de hoogte zijn dat die bestaat, is nog iets anders. Daarvoor heel veel spelers in de peer-to-peer-economie of in de deeleconomie lopen daar een beetje op vast. Er wordt iets nieuws ontwikkeld qua technologie, maar er wordt geen markt gevonden. Daarvoor werken wij samen met de VAB, waar wij ook al mee samenwerken, voor Cambio autodelen. En nu, sinds heel recent, hebben we de app ook voor iOS en binnenkort gaan we daar meer mee naar buiten uitpakken. Dus voor dagelijks carpooling, maar voor werkverkeer, maar ook voor occasionele ritten kan je die app gebruiken. Dat is nog een tof project. Eventpool, samenrijden naar events, zeker grotere events waar mobiliteitsproblemen zijn. Dat was zeker in Gent bij het nieuwe voetbalstadion zo. Daar bieden wij dat ook aan. En het is altijd moeilijk hoor. Mensen laten samenrijden, je komt in de privésfeer van die auto, maar incentives kunnen helpen om mensen te overtuigen. En bij Agent is er een incentive. Mensen die elkaar vinden via Eventpool kunnen een parking krijgen. Er zijn 25 parkeerplaatsen nabij de Gilamco Arena voor carpoolers. Eurostop is onze dienst voor carpoolen op langere afstand. Er zijn toch wel redelijk veel mensen die ervan, 20.000-tal mensen die er jaarlijks gebruik van maken. Dat zit ook weer in een grote markt. Daarnet is dat cijfer ook al gekomen. Ik denk dat er voor een Frans bedrijf €100 miljoen ophalen in 1 ronde, dat een record was. Recent nog heeft BlaBlaCar een Mexicaanse overname gedaan. Dus die €100 miljoen dat ze opgehaald hebben, echt naar de wereldwijde expansie. Er waren eigenlijk 2 grote globale spelers voor carpooling. BlaBlaCar en carpooling.com. 2 weken geleden heeft BlaBlaCar carpooling.com overgenomen. Dus er zijn echt ook reuzen aan het ontstaan. Carpooling.com heeft ook al zelf een link met Uber gemaakt. Dus wie weet, het broeit daar nog iets. Dat weten we nog niet. We zien wel, BlaBlaCar die richt zich op lange afstanden. Want ze hebben een systeem, als je een rit boekt bij iemand, dan betaal je, net zoals bij Airbnb, betaal je een deel van de transactiekost. Je betaalt het altijd elektronisch. En een deel van de transactiekost gaat naar de operator. Dus ze zijn eigenlijk niet geïnteresseerd in die dagdagelijkse ritten voor woon-werkverkeer. Want mensen die elke dag samenrijden, die gaan niet elke dag 10% betalen aan de operator. Dus dat is geen businessmodel dat interessant is voor carpoolers. Dus het is heel tof wat ze doen, maar voor ons als Taxistop, wij vinden dat minder interessant. We willen meer die impact op het dagdagelijkse en daar heeft BlaBlaCar dan minder interesse in. Voor Uber waren er de mobiele centrales. Een mobiele centrale lijkt op Uber in die zin dat mensen kunnen gebruik maken van een chauffeur om zich te verplaatsen. Bij de minder mobiele centrales, daarnet werd nog gezegd dat de deeleconomie vooral voor jongeren is, wel de gemiddelde leeftijd van de gebruikers is 80 jaar, de gemiddelde leeftijd van de chauffeurs is ongeveer 70 jaar, maar 37.000 mensen in Vlaanderen maken gebruik daarvan en dat gaat om 1000 ritten per dag. Dat zijn vrijwillige chauffeurs, dat zijn gepassioneerden die nog wat nuttig willen zijn in hun vrije tijd en die bieden ritten aan. En mensen die zich niet meer zelfstandig kunnen verplaatsen met openbaar vervoer of met de auto. En voor die, wij noemen dat sociaal vervoer. Die mensen komen anders vaak niet meer buiten. En vervoer is de enige manier, de enige voorwaarde om nog te kunnen buiten komen. En we hebben daar ook aangepaste technologie voor. En aangepaste technologie voor oudere personen, dus niet per se een app. Aangepaste technologie, dat is een lokaal contactpunt, dat is het OCMW of de gemeente of een mutualiteit, die mensen kent, die de kleine kantjes kent van die mensen. Want veel van die oudere mensen die hebben zo kleine kantjes. Die wil niet samenrijden met de die of die. Die hebben ze allemaal een kleine kantjes en dat is ingebouwd als software. En lokale contactpunten die weten dat ook. Maar toch, ja, dagelijks 1000 ritten. Jaarlijks gaan wij 25 keer naar de maan met de minder mobiele centrales qua afstand. Dat is bijna 10 miljoen kilometer. Dat is de verspreiding in Vlaanderen. En ja, ik had het daarnet over Uber. Het lijkt heel erg op Uber, die minder mobiele centrales. Het is ook een chauffeur die voor u gaat rijden. Hè. Ik heb er een heel oud krantenartikel. Uber wordt geschat op $1,2 miljard. Dat is een jaar oud, geloof ik, of anderhalf jaar oud, die krantenartikel. Vandaag $40 miljard. Dus het groeit enorm, enorm snel. En vaak worden wij gevraagd, ja, Taxistop, wat vinden jullie nu van Uber? Ze denken ook, Taxistop, dat is ook een centrum voor positieve aanwendingen, is niet zo'n goede naam, maar Taxistop ook niet zo, want het is niet zo duidelijk waar wij voor staan. Autostop, maar betalend, vandaar Taxistop. Maar door onze naam Taxistop wordt ook Uber en Taxistop vaak met elkaar in, verbonden. Ze denken echt dat wij taxis willen nu stoppen, maar wij komen daar redelijk goed mee overeen met de taxisector. Ja. Vaak vragen ze ons mening over Uber. En Uber vinden we op vlak van mobiliteit super interessant. Als ik kijk, hebben we net een slide getoond van Cambio met die mobiliteitsimpacten. En dan zie je, voor ons is Cambio een deel van de alternatief van een eigen wagen. En je ziet daar het openbaar vervoer, de fiets, stappen, maar de taxi maakt er ook deel van uit. Autodelen is niet altijd interessant om naar de stad te gaan. Of voor, als je ergens lang moet zijn, is een taxi interessant, want bij autodelen betaal je ook voor de tijd als je de auto niet gebruikt. Taxi is soms interessanter. En de taxisector vandaag, die speelt zijn rol, die heeft zijn potentieel niet bereikt in een aantal steden, omwille van allerlei factoren. Iemand die ervaring heeft met een taxi in Brussel, de meeste mensen hebben wel een verhaal ook over een taxi in Brussel. Uber zorgt ervoor dat die taxisector misschien aantrekkelijker wordt. Dus dat is een positieve kant van dat verhaal. Maar dan kan je kijken naar Uber. Als het gaat over werkgelegenheid, doet Uber ook iets speciaals. Uber heeft in België al redelijk wat chauffeurs, maar er zijn 7 mensen die meer werken voor Uber. Al de andere personen betalen een vergoeding om de app te kunnen gebruiken. En dat noemen ze, dat zijn eigenlijk jobs below the API, worden die genoemd. De API, dat is een... Mijn collega informaticus zit hier, dus ik durf niet per se de definitie te geven van een API, maar ik ga ernaast zitten. Een API zou ook kunnen zeggen een app, jobs, onder de app of waar de app zich tussen bevindt. Zij maken gebruik van die app. Ze zijn niet in dienst, maar wat zorgt ervoor dat ze niet in dienst zijn? Dat zorgt ervoor dat ze niet kunnen genieten van carrièrekansen, ze kunnen niet genieten van opleidingen, ook niet altijd van sociale zekerheid en dergelijke. Maar het is wel aan de gang. In heel veel sectoren, dus we moeten kijken, oké, misschien moeten we naar een ander soort werkgelegenheid kijken. Dat zijn heel moeilijke sociale vraagstukken waar wij als Taxistop zeker niet alle antwoorden voor hebben. Maar hetgeen dat ook aan het gebeuren is, er komen heel veel jobs below de API, maar die jobs die gaan ook veranderen in robots, in automatisering. En wat Uber vandaag doet, de missie van Uber is mobiliteit aanbieden, veilige en uitstekende mobiliteit voor iedereen over heel de wereld. Dat is een missie. Maar wat staat niet in een missie? Dat is die werkgelegenheid bijvoorbeeld. Of zoveel mensen als chauffeur inschrijven. De kans is heel reëel dat binnen 10 jaar Uber nog altijd een supergroot bedrijf is, maar met geautomatiseerde auto's, zonder chauffeur bijvoorbeeld. Die technologie is super interessant. Dat is een fenomeen dat zich sowieso voordoet. Google is daarmee bezig en wij vinden dat heel interessant met de autonome auto's, de zelfrijdende auto's. Voor autodelen is dat ook super interessant. En wij denken, nu heb ik een voorstelling gemaakt van carpooling, autodelen. Openbaar vervoer kwam daarin aan bod. Misschien binnen 10 jaar, als de autonome auto's, als die technologie echt doorbreekt en als die data optimaal kan gebruikt worden, dan bestaat carpooling of autodelen niet meer. Dan is er een ander soort mobiliteitssysteem en nieuwe terminologie dat je, als je ergens naartoe wil, kan je een auto opvragen. Misschien zit je er alleen in, misschien is het een klein busje, misschien is het een kleine auto. Dat ga je niet per se weten. Een super interessante evolutie en de presentatie van vandaag is op die manier misschien totaal niet meer bruikbaar binnen enkele jaren. Daar zijn we als Taxistop ook enorm mee bezig. En grote vraagstukken als je dan kijkt naar de autonome auto's en die evolutie. En ook Uber, dat gaat dan grote vraagstukken daarover zijn. Wie heeft nog iets te zeggen? Wie bepaalt vandaag de regels? Bepaalt Uber de regels? En volgt de overheid Uber? Of bepaalt de overheid de regels? Dat is niet meer zo duidelijk. Dat gaat dan maar over de overheid en over een bedrijf. Wat bepalen de gebruikers? Ik denk dat er meer aan bod gaat komen in de presentatie van Zja ook, de rol van de gebruikers. Denk ik toch, ik weet niet zeker. Ja. Dat is een heel interessant vraagstuk over Uber. En als het dan gaat bijvoorbeeld in openbaar vervoer, wordt er heel vaak, vorige week nog, Alexander de Croo, die naar de NMBS, oproep die NMBS, jullie moeten jullie ritten, jullie data delen, zodat appontwikkelaars die kunnen gebruiken. In Brussel is er nu een voorstel van de Brusselse regering voor nieuwe wetgeving voor de taxisector, maar ook voor Uber. En de taxisector wordt gevraagd, oké, jullie moeten data ook geven, dat we die mobiliteitspatronen kunnen onderzoeken en dergelijke. Maar die voorwaarde wordt niet gesteld voor Uber. Waarom niet? Dus spelers die aan iedere mobiliteit over heel de wereld gaan bieden, als zij die data voor zich houden, gaan ze zo'n voorsprong nemen. Dus het zijn allemaal heel interessante vraagstukken, dat we als Taxistop ook over nadenken, maar dat we nog niet allemaal antwoorden over hebben natuurlijk. CD&V, die vorige week nog afkwam, kijk, wij willen Uber ook naar het platteland als vervanging van belbussen. Zit er wat politiek achter, want als je vandaag Uber uitspreekt, dan kom je in de media. Het is ongeveer met de regelmaat van de klok elke week wel iets in de media over Uber. Dus als je in de media wil komen, moet je gewoon iets over Uber zeggen. We weten dat ze genuanceerder zijn dan dat. Als Taxistop, ja, we zitten in een markt dat we vroeger altijd alleen waren, vandaag niet meer. Voor ons, we hebben geen schrik van die evoluties. Integendeel, we zien iets heel positiefs. Mensen willen meer delen als vroeger. Wij focussen dus wel op diensten waar de impact belangrijker is. We proberen ook te zoeken naar samenwerkingen. Dat kon je daarnet zien bij autodelen bijvoorbeeld. In autodelen zoeken naar die samenwerking met openbaar vervoer voor die complementariteit. Want die complementariteit zorgt dan ook voor die impact. En we proberen ons ook in die markt te richten op maatwerk. Taxistop gaat niet aan iedereen op heel de wereld een oplossing aanbieden. Die ambitie hebben we niet. Maar we willen wel kijken hoe kunnen we bijvoorbeeld in België aan een bedrijf samenwerken dat ze kunnen binnen de fiscale regels van België, er zijn fiscale voordelen voor carpooling, hoe kunnen we daarin samenwerken dat mensen elkaar vinden en daar ook fiscaal voor beloond worden. Dat is een voorbeeld van maatwerk. Een ander voorbeeld van maatwerk is een gemeente die haar wagenpark wil delen met de bewoners en zo. Dus dat is een manier, de strategie, hoe wij omgaan met die globale evolutie van de deeleconomie. We bestaan dit jaar 40 jaar en er zijn een aantal zaken die we opzetten. Een van die zaken die we opzetten omwille van 40 jaar Taxistop is een beetje terugkeren naar onze roots. We vinden apps super interessant, we vinden het heel interessant dat mensen samenrijden, maar gewoon het liften op straat, het avontuur, daar houden we ook van. En daar nog een oproep. Deze zomer sturen we 2 teams, een Franstalig en een Nederlandstalig team, door Europa gedurende 3 weken. Met de opdracht om door 6 landen te liften. En we geven daar een vergoeding voor niet voor het liften, want dat kost niet zoveel. Een vergoeding voor overnachtingen of om te sparen. Ga naar onze website, dan vind je daar meer informatie over. En we vinden het vreemd, er zijn nog niet zoveel mensen die toegehapt hebben, maar vertel het door. Hier op de campus, de kans is reëel dat je gedurende 3 weken mag liften in Europa op onze kosten voor de koelste zomer. Dank u wel.